welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een no make-up make-up look. Dus echt letterlijk en geen make-up make-up look. Dus dit wordt niet gewoon een everyday look of whatever. Het wordt echt een make-up look. Waardoor het lijkt alsof je helemaal geen make-up op hebt. Maar toch wel een beetje make-up op hebt. Ik denk dat vooral nou omdat iedereen in huis zit. Vaak geen zin heeft om zich helemaal op te maken. En dat soort dingen dat heel veel mensen er wel naar behoefte aan hebben. Om zich toch een beetje op te frissen. En er toch iets beter uit te zien. Zonder echt helemaal te moeten opmaken en helemaal een half uur per dag lang je full glam looks te moeten maken. Dus ik dacht, ik maak even een look wat in principe niet echt een look is. Ik zit hier nou gewoon met mijn uit bed look gezicht. Dit is gewoon mijn doffe gezicht met helemaal niks erop. Ik heb letterlijk niks gedaan. Geen crème, geen wenkbrauwen, niks op mijn lippen. Dit is gewoon letterlijk mijn gezicht wanneer ik opsta. Altijd wanneer ik mijn video's begin, heb ik al een crème opgedaan. Heb ik al iets op mijn lippen, heb ik mijn wenkbrauwen al gedaan, dat soort dingen. Maar dat ga ik dus nou ook allemaal samen doen met jullie om gewoon te laten zien ja, hoe je er gewoon iets beter uit kunt zien zonder helemaal te moeten opmaken. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen met de video. Nou, dan doe ik even met een haarband in. Oké, zoals je kunt zien is mijn gezicht best wel dof, best wel platjes. Er zit niet echt veel leven in. Het is gewoon een vlakke oppervlakte, gewoon super saai, super blair. Dus ik ga mijn gezicht een beetje opfrissen. Ik ga beginnen met mijn wenkbrauwen. Ik heb best wel dunnige wenkbrauwenachtig. Op zich, ze hebben wel echt een figuur, maar dat komt ook omdat ik microblading heb laten doen. 1 jaar terug, dus het is al wel een beetje vaag. Ik ga mijn wenkbrauwen echt een heel klein beetje nog invullen om ze iets voller te maken. Ik gebruik hiervoor mijn NYX Brow Pencil in de kleur 6 Black. Deze gebruik ik echt altijd. En ik begin met de spoelie. En dan borstel ik ze zo helemaal mooi omhoog. Als je alleen al dit doet, ziet het er al een stuk beter uit. En dan ga ik gewoon heel lichtjes er doorheen. Oh, mensen, hij is op. Oké. Gelukkig heb ik altijd backup. Deze is nog nieuw. En dan ga ik gewoon een beetje door de haas heen. En met beetje bedoel ik ook echt een heel klein beetje. Ga niet je hele wenkbrauw invullen. Want dan valt het gewoon echt op dat je ze hebt gedaan. Ik ga gewoon een beetje de kale plekjes een beetje vullen. En een beetje hier bij de staart. Gewoon iets voller maken. En ik druk ook niet hard. Ik druk heel lichtjes. Dan blijft echt dat natuurlijke effect. En dan maak ik zo hier zo van die neppe haartjes. Kijk wat een verschil dit is. Het is echt een minimaal verschil, maar het maakt echt verschil. En mensen, nogmaals, doe niet te veel, druk niet te hard. Omdat we ons verder niet echt gaan opmaken, dan heb je echt zo van die donkere harde wenkbrauwen. En dan verder niks op je gezicht. Dat ziet er niet uit. Dus ik ga het hier ook heel lichtjes een beetje invullen. En dan pak ik weer de spoeliekant. En dan ga ik er weer zo een beetje doorheen. Om de haartjes een beetje mooi op hun plek te brengen. Kijk, het valt nou echt niet op dat ik een beetje mijn wenkbrauw heb gevuld. Dan ga ik ook in met een wenkbrauwgel. Deze is van Revolution. De tekst is er wel helemaal af. Maar deze is van de Cannabis Collectie. Ik heb de kleur Dark Brown. En hiermee ga ik er ook een heel klein beetje doorheen. Hij heeft ook kleur, dus hij maakt ze ook weer iets voller. En hierdoor blijven de haartjes ook gewoon mooi op hun plek de hele dag. Dus dit doe ik dan ook. Fun fact, mijn moeder vindt mijn wenkbrauwen dus zoveel mooier dan hoe ik ze normaal altijd doe. Ze vindt ze altijd veel te heftig. Oké, wenkbrauwen zijn klaar. Meer ga ik er niet aan doen. Gewoon mooi naturel. Dan mijn gezicht. Ik moet dagcreme op. En ik gebruik altijd mijn Clinique ID dagcreme. Wanneer ik naar buiten ga, dit doe ik dus echt alleen wanneer ik naar buiten ga, mix ik het ook met zonnebrandcreme. Ik heb hier van Biotherm hun zonnebrandcreme. Die had ik gekocht bij de Douglas online gewoon. Hij is wel een beetje duur. En dan mix ik die samen. Heel veel mensen brengen ook eerst die aan en dan pas de dagcreme. Maar ik heb nooit zin om helemaal te wachten totdat het is opgedroogd. En het hoeft ook helemaal niet, want je kunt gewoon letterlijk mixen en dan mix ik ze samen. Ik ga vandaag niet echt naar buiten, want ik maak vandaag 3 video's en ik moet ze dan ook allemaal editen. Dus ik ben echt de hele dag hier binnen zoet. Dus ik ga vandaag alleen maar voor de dagcreme. En dit maakt altijd super veel verschil in mijn gezicht. Vooral omdat mijn huid normaal te droog is, voelt mijn huid toch altijd een beetje droogjes en een beetje stroefjes aan, als je begrijpt wat ik bedoel. En hierna is dat dus helemaal weg. En dan heb ik gewoon zo'n hele mooie, zachte, stretchy huid. Love it! Oké, dan de lippen. Mijn lippen zijn ook net als mijn huid droog. Dus ik moet ze altijd scrubben. Ik gebruik hiervoor mijn Essence Coconut Kiss Scrub. En dan ga ik ze gewoon lekker heftig scrubben. Ik breng het eerst gewoon zo aan met mijn vinger.
Maar ik vind altijd dat gewoon met alleen maar mijn vinger niet genoeg scrub. Dus wat doe ik? Ik pak ook altijd een wattenschijfje. En hiermee kun je echt goed scrubben. Zo, nou zijn ze helemaal gescrubd en zacht. Dan breng ik een lipolie aan die ik heb is van Comme Deux of zo is. Die had ik gehad in een goodie box. En dit is gewoon een doodnormale lipolie. Je kunt gewoon elke olie gebruiken die jij wilt. En dan breng ik die erop aan. En dit doe ik altijd omdat ik me dan altijd ga opmaken. En dan vind ik het fijn als er iets op mijn lippen zit. Anders is het daar echt zo'n droge bedoeling. Dus ik moet altijd iets hebben op mijn lippen. Nou, mijn gezicht kan ook wel echt een beetje een oppeppertje gebruiken. Ik begin met een prep spray. Ik gebruik mijn Milani Rose Water. Deze heb ik net nieuw en ik vind hem echt super fijn. Deze breng ik aan om mijn gezicht een beetje te plumpen. Een beetje wakker te maken. Hij voelt ook best wel cool aan. En dat is heel fijn, vooral voor in de ochtend. Als je nog zo'n beetje dofjes bent. Zo, nou is mijn gezicht een beetje refreshed. Ik laat het even opdrogen. Dan ga ik ook mijn gezicht primen om mijn gezicht mooi egaal te maken zonder dat je het echt kunt zien. Ik begin met mijn By Kelsha Gold Primer. Ik vind deze echt super fijn omdat hij een soort van glans op mijn gezicht creëert. En dan is het alsof ik een glans heb from within. En je kunt het dan totaal niet zien dat ik iets heb gedaan op mijn gezicht. Dus deze breng ik dan een beetje aan. Gewoon echt over mijn hele gezicht. En het doel van vandaag echt is om mijn gezicht mooi te laten stralen. En er gewoon mooi egaal uit te zien. Ja, zonder me op te maken dus. Dan heb ik ook nog mijn poriën. Die wil ik ook altijd een beetje vervagen. Dus ik gebruik ook mijn Benefit Professional voor daar. Om ze een beetje mooi smooth te maken. En ik breng echt maar een heel klein beetje aan. Niet te veel. Echt gewoon dit klein beetje. En dan druk ik het gewoon een beetje zo hierin. Zo, ik zie echt nu al een verschil in mijn huid. Ik vind dat het echt al veel minder dof is en iets meer straalt. I love it. Gewoon deze paar kleine dingetjes maken echt al super veel verschil. En dan iets om je gezicht echt te laten stralen. En dat is Liquid Highlighter. Ik heb hier van Bella Pierre de Liquid Gold Highlighter. In de kleur Rose Gold. Ik heb hem ook in de gewone kleur Gold. Alleen die valt iets te veel op. Die is iets te goud. Dus ik ga gewoon voor Rose Gold. En dit is de kleur 24K. Is een beetje een Rose Gold-achtig geurtje. Kleurtje. Geurtje, wat er. En hiervan breng ik dan zo'n heel klein beetje aan. Niet te veel. Gewoon waar je normaal ook je glow doet. En dan dep ik het gewoon zo in met een kwast. En dan breng ik het ook zo hier helemaal omhoog. Een beetje zo in een C. En dan drukken, drukken, drukken. Je kunt het ook gewoon doen met je vingers. Maar ik ben weer extra. Ik hou er niet van om make-up te moeten aanraken met mijn vingers. En je kunt zoveel doen als je wilt. Maar let wel op hoe meer je doet, hoe meer je het gaat zien. Obvious. Dus ik doe nooit heel veel. Maar wel echt genoeg dat je het gewoon wel echt kunt zien. Anders doe je het echt een beetje voor niks. Kijk even die glow, hoe mooi. Het valt helemaal niet op. Het is gewoon alsof gewoon je huid glanst. Breng ook weer niet te veel glans aan over je hele gezicht. Want dan is het gewoon alsof je gezicht vettig is. En dan sla je ook weer een beetje de plank mis. En dan met het kleine beetje wat nog op de kwast zit, breng ik het ook een beetje zo hier aan. Maar dat is echt heel minimaal. Dus zo heb je echt een mooie glow op je huid. Zonder dat je kunt zien dat je iets hebt opgedaan. Wallen is echt het nummer 1 iets waardoor je er gewoon echt moe uitziet. En je wilt er niet moe uitzien. Dus we brengen ook een beetje concealer aan. Ik ga vaak voor een concealer die een beetje matcht met mijn huidskleur. Want als je een veel te lichte concealer op doet, dan valt het op dat je dus concealer op hebt gedaan. Dus pak er eentje die een beetje matcht met jouw huidskleur. Ik ga voor mijn Infallible Concealer van L'Oreal. En ik heb de kleur Latte. En die matcht een beetje met mijn huid. Het is wel iets lichter, maar hij matcht op zich beetje wel. Ik heb niet echt heel veel wallen, maar bij mij is het hier wel altijd een beetje donker. Ook vooral zo hier in de binnenste ooghoeken en dat wil ik gewoon echt weg hebben. Dus ik breng echt het kleinste beetje concealer aan, nothing too much. Kijk, dit is dan wat ik aanbreng, meer niet. En ook zo hier. Dit hier in de binnenste hoeken doe ik dus gewoon echt omdat het daar altijd zo donker is. En dan blend ik het gewoon uit met mijn spons. En ik hou het echt bij mijn wallen. Ik ga niet helemaal naar beneden zoals ik normaal doe. Ik hou het gewoon echt hier op de plekken die ik een beetje wil bedekken. Kijk, nou is het hier helemaal mooi verlicht. Ik heb niet meer zo die wallen en die donkerheden zo hier allemaal.
concealer creased ook altijd. Tenminste, bij mij. Ik denk bij de meeste van ons wel. Dus ik breng ook een heel klein beetje poeder aan. Echt alleen maar op de plekken waar concealer zit. Verder niet over mijn hele gezicht of zo. Alleen maar zodat het niet gaat creasen. En ik breng altijd een poeder aan die niet al te veel dekt. Maar wel het creasen stopt. Want als de poeder weer te veel dekt, dan heb je echt een make-up gezicht. Ik gebruik hiervoor de Vitamine C poeder van Technique Cosmetics. Dit is dus de perfecte poeder hiervoor. Omdat hij niet heel veel dekt. Alleen wel het creasen stopt. Ik pak daar een heel klein beetje van. En dan druk ik dit zo in hier onder mijn ogen. Gewoon om het crease een beetje te stoppen. En ook een beetje zo hier op mijn oog. Mensen met een vettige huid en die echt hun vettige huid haten. En helemaal niet wilden dat ze gaan glanzen. Breng dan de poeder aan over je hele gezicht. Als dat de look is waar jij voor wilt gaan. Maar dat is niet wat ik wil. Ik wil echt een mooie glanzende huid. En dan druk ik ook een beetje poeder op mijn wenkbrauwen. Want dat maakt ze dan een beetje mat. Ik vind toch dat ik iets te veel op de glow ben gegaan. Dus ik breng gewoon weer ietsje meer aan. En mensen, elke huid is anders. Dus bekijk echt goed jouw huid. Wat jij zou willen bedekken. Wat ik vandaag doe zijn gewoon mijn issues. En die ik graag zou willen bedekken. Ik ga ook een heel klein beetje concealer aanbrengen op mijn kin. Echt maar een heel klein beetje zoals je kunt zien. Want ik vind het daar toch ook iets te rood. En dan ook weer een beetje poeder erop. De lippen laat ik gewoon zo, gewoon een olietje. Je kunt opdoen wat je wil, een balmpje, olietje, wat jij wil. Houd gewoon een beetje naturel, dus deze zijn in principe zo al goed. Dan gebruik ik ook nog een Glowy Fixing Spray van I Heart Revolution, een Pineapple Fixing Spray. Deze is mooi glanzend en die spray ik dan ook nog op mijn gezicht. Zo, en dit is dan basically wat ik doe. Nou is het eigenlijk gewoon nog alsof ik niet echt make-up op heb. Terwijl ik toch wel iets heb opgedaan om mijn gezicht een beetje glowy te maken. En een beetje dingen te bedekken die ik wil bedekken. Zo, en dit is dan het eindresultaat. Het is nou echt alsof ik gewoon geen make-up op heb. Terwijl ik het wel op heb. Maar het is gewoon alsof ik zo ben opgestaan uit bed. Mooi glowy gezichtje. Mooi egaal gezichtje. I just woke up like this. I woke up like this. Wat ik ook altijd echt veel vind helpen is mijn haar. Ook al heb ik geen make-up op, whatever. Als mijn haar gewoon een beetje goed zit en een beetje mooi zit, dan vind ik gewoon dat ik er gewoon goed uitzie. Vaak de combinatie van en geen make-up en je haar in een knot of whatever, dat maakt je toch altijd weer een beetje slaperig, een beetje dofjes. Maar echt, als je haar al goed zit, dan heb je al de helft gedaan gewoon. Nou mensen, wat vinden we van mijn no make-up make-up look? Laat me weten wat jij allemaal doet voor zo'n look. Ik ben ook echt heel benieuwd wat andere mensen doen. Dit vandaag is gewoon wat ik doe en wat ik gewoon mooi vind bij mij. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!